Hoe kun je datagedreven werken en toch respect doen ook aan de grondrechten die wij als mensen hebben? De opzet van het Haagse Symposium voor Inkoop en Verkoop is dat we het werkveld informeren over nieuwe trends en technologieën. En dat we vooral de bezoekers laten kennismaken met alle ontzettende leuke studenten van de minor Inkoop en Aanbesteden. Als vierdejaarsstudenten van de minor Inkoop hebben wij workshops georganiseerd voor de deelnemers. Tijdens de workshop hebben we liedjes geraden, we hebben woorden gespeld, een roddel doorgegeven. Ja, het waren echt gericht op inkoopvragen, dus het inkoopproces van Welen kwam langs. En ja, echt de drempelbedragen van de Europese aanbesteding. Dus die kwamen eigenlijk allemaal langs, een beetje de kennis weer op te frissen. Het meest bijzondere moment wat ik in ieder geval fantastisch vond, was de lezing die we hadden van de man van Albert Heijn. Hoe ingewikkeld is het om zoveel producten elke dag weer op zo'n goede plek te krijgen, waar de consument aan de ene kant zegt, dat wil ik graag, en aan de andere kant zegt, ik kan het ook en ik wil het ook graag betalen. Een half miljard transacties, 500 miljoen transacties per jaar. Dat is een kassa, moet ik zeggen. We hebben 37.500 verschillende producten. Nou, ik vind het echt heel belangrijk dat de Hogeschool hiermee zijn visitekaartje afgeeft voor het zoveelste jaar dat we dit op mogen organiseren. Dus belangrijk om ons te laten zien in de stad, in de regio. De wethouders zijn ook aanwezig uit de stad. En dat geeft ook het belang aan voor de Hogeschool dat we dit doen. En dat er belangrijke sprekers uit het werkveld het belangrijk genoeg vinden om bij ons te komen spreken. Ik ben er heel trots op dat we dit instituut in Den Haag hebben, deze opleiding hebben. En ik ben heel blij, ook met de mannen, maar vooral ook met de vrouwen. Dit zijn vrouwen die zich niet weg laten sturen en dat zijn wij ook. Ja, het team dat gewonnen heeft was Ik hou van Inkoop. Was het een verrassing dat je hebt gewonnen? Ja, eigenlijk wel. Want we zagen dat de anderen ook goed voorbereid waren. En voor ons gevoel hadden we er veel aan gedaan. Maar ja, je verwacht natuurlijk altijd dat een ander het misschien net iets beter doet. Dus, maar we zijn er heel blij mee. Wat ik mee zou willen geven aan de inkoopzijde en aan de verkoopzijde. Aan de inkoopzijde, eigenlijk voor beide zijden geldt dat de toegevoegde waarde van data, inkoopdata, marktdata, het ligt echt voor je neus. Het is zo evident dat je daar toegevoegde waarde uit kan halen. Voor inkopers dat ze weten wat er in de markt speelt en hoe je slim naar die markt toe kan. Maar voor de verkoopkant dat je weet van hey, welke contracten komen er nou aan die op de markt gezet gaan worden. En hoe moet ik daarop gaan anticiperen. Waarin je saleskant en je bid-offers prima kunt inzetten om gericht die opdrachten te winnen die voor jou belangrijk zijn.